Helmut Lotti. En maandag komt hij onze studio laten swingen, want dat is zijn nieuwste project. Het swingen met Helmut Lotti. Wij hebben al geswingd met deze twee heren, Mark en Dominique van Tilt. Welkom. Ik heb jullie voor de eerste keer live aan het werk gezien op Mosselrock. En ik moet eerlijk bekennen, het ging een beetje zo, hè. Want jullie blijven niet stilstaan. Dat is ons motto een beetje, ja. Mobiliteit. Ja, vertel eens wat jullie doen. Wie jullie zijn en wat jullie doen. Ja, ik ben Dominique en mijn collega is Mark. En wij zijn beroepsmuzikanten en we hebben een formule bedacht dat we draadloos tussen de mensen staan eigenlijk. En waarom vinden jullie die mobiliteit zo belangrijk? Het interactieve, hè? Het niet van op een podium status de mensen animeren, maar kort erbij, ook op verzoek. Dus de mensen worden eigenlijk instant bediend op een verzoekjes en op een... Dus eigenlijk zijn jullie een beetje wandelende jukeboxen? Daar komt op neer, een stukje. Ja. Ja, als we de nummers kennen en we spelen een stukje ervan, dan zijn de mensen meestal al tevreden. Ja, dus jullie, de mensen mogen ook zeggen, ik wil dat nummer en dan spelen jullie dat. Dan proberen we dat. Proberen, ja. En wat zit er in jullie repertoire dan? Dat gaat, zullen we zeggen, van de Beatles tot Metallica, tot Rammstein, tot echt van alles. Jullie spelen alles, maar dan ook echt alles? Ja, alles is natuurlijk veel gezegd, maar we proberen zo breed mogelijk te zijn. Ja, jullie hebben dan zo van alles aan jullie hangen. Is dat niet lastig? Want een micro, wat hangt er eigenlijk nog allemaal? Ja, er zijn... eigenlijk moet je zeggen dat er vier zenders zijn. Hè. We hebben twee instrumenten en twee stemmen. Dus dat wordt sowieso versterkt via zendertjes, ontvangers. Ja. De mensen krijgen dat dan via speakers te horen. Maar nu hebben we dan nog een extra microfoontje van TVL. Nu hangen we vol met extra zenders. Dus dat is voor ons even wennen. En regelen jullie de techniek zelf tijdens optredens of nemen jullie dan ook nog een hele ploeg technici mee? De hele ploeg alleszins niet, maar we hebben wel iemand die regelmatig met ons meekomt en die dan eigenlijk het geluid verzorgt. En ja, bepaalde dingen wel kan regelen. Maar alles wat we doen is live. Dus we krijgen wel regelmatig de reactie van de mensen van jullie zijn aan het playbacken, maar we doen waarom, het toch waarom maar denken ze dat? Ja, ik vat het op als een compliment, ja. Maar de mensen die reageren dan van dat kan niet dat jullie dat live doen. Maar en wat zijn de andere reacties? Want ja, dat is toch niet zo gewoon dat de zangers gewoon langs je komen staan, op tafel springen. Ja, ik weet niet welke zotte dingen dat jullie nog allemaal doen. Meestal wel positief, moeten we het er nu toe zeggen. Ja, ja. Meestal krijgen we wel goede reacties. Dat je veel korter bij de mensen staat. En ja. Op die manier bereik je ook meer eigenlijk. En nog nooit geen pits in de billen gehad of zo. Hè? Want dat gebeurt. Als we zo laat op de avond. Dat zijn de X-Files, hè? Daar gaan we nu niet over hebben. Jawel, dat is wat wij willen weten. Hè? Hoeveel, wat is het grootste aantal mensen waarvoor jullie al hebben opgetreden? 1000 man. Ja, zeker. Wat was het meest opmerkelijke optreden? Met ons tweeën. Het is moeilijk om dat dadelijk, want we hebben er denk ik totaliteit, we spelen goed in 8,5 jaar. Ik denk dat we meer dan 2000 optredens gedaan hebben. Zoveel? Ja, we spelen toch op vrij frequent, ja. Dus jullie hebben geen andere job er nog bij, of nee. Toch? Nee. Enkel en alleen tilt, enkel en alleen muziek. Loopt het soms fout? Want ja, technisch hebben jullie heel wat hoogstandjes bij. En gelijk Cynthia zei, pitsende billen. Alleen vrouwen met pitsende handen. Ik kan mij inbeelden dat er ook wel eens een plateau is. Dus, en zo wordt er later en zo wordt er meer drank. Zo wordt, en willen ze dan niet zo aan die instrumenten komen? Oh, uiteraard. Uiteraard, ja, maar ze helemaal gelijk. Maar dat is toch waar. Ik kan me al voorstellen dat die zo... Ja. Ja, hoe zeg je dat? Stranter op de avond, hè? Zo later op de avond, hoe stranter dat ja, dat is het gevaar. We lopen in de gevarenzone op dat gebied, hè? Dus de mensen staan heel kort en ze kunnen aan ons, aan zijn gitaar en ze kunnen... Maar uiteindelijk, daar gaat het een moment begon, dus we blijven gewoon doorspelen. Gaat er iets echt fout, ja, dan slaan we gewoon met de gitaar. Ja, ik dacht eigenlijk meer zo aan het struikelen over dat trapje dat je niet gezien had en zo. Ja, dat valt nog wel mee, maar het is meestal mensen die wel vrij close kunnen komen soms. Heel close. Het voordeel natuurlijk van een muzikant die op een eilandje staat, is natuurlijk, je bent afgebakend natuurlijk. Maar wij staan er heel kort bij met alle voor- en nadelen uiteraard. Ja. Kunnen jullie het nog gewoon blijven staan op een podium en niet bewegen? Ik zou het niet weten. Het is veel te lang geleden. Ja, denk, we kunnen muziek spelen. Ja, dat is wel of dat nu status is of dat is rondlopend. We hebben het meeste succes tussen de mensen. Ja. En zijn dat de enige instrumenten die jullie gebruiken? Jullie zang, jullie stem en twee gitaren? Hoofdzakelijk. We hebben ook nog een kazoo bijvoorbeeld, hier wat Mark gebruikt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de mondharmonica wat ik ook nog wel eens gebruik. Allee, verder. Chique. Maar deden jullie ook niet zo, hoe heet dat, beatbox? Beatboxen, doet zo eens een stukje. Ja, maar dan, goh, dat is wel, we moeten we technisch met de... Welkom bij TVL. Yeah.
dat is moeilijk, denk ik, niet? Ja, tenminste, dat is een bepaalde techniek met de microfoon. Is dat heel moeilijk natuurlijk. Dat het meer ploft of zo. Ja, je bent heel kort bij de microfoon en daar kun je heel mooie tonen maken, heel diepe tonen. Een bas, ja. Bas, je weet dat met dat beatboxen, daar kan je het ver mee brengen, want een van jullie collega's, ik vergeet zijn naam altijd, Roxor Loops of hoe heet die jongen, die heeft met Clouseau het Sportpaleis gespeeld. Ja, ja, ja. Hè? Mm-hmm. Ja, hebben jullie al voorstellen gekregen van andere artiesten om mee te gaan beatboxen? We zijn geen professionele beatboxers. Wij proberen een beetje vocal percussion te doen. Dat betekent eigenlijk dat we drums proberen te imiteren, omdat we die niet bij hebben. Maar echt het beatboxwerk, ja, dat is gelijk de Loops dat doet. Dat is echt meer ook heel belastend voor de stem, dus ook gevaarlijk. Dus we willen graag ook nog een beetje kunnen blijven zingen. Voor de diversiteit te brengen eigenlijk een beetje. Dat je zoveel breed mogelijk zijn, proberen ze van die dingen er wat bij te brengen. Dat maakt het wat ludieker. Ja, jullie moeten nu alles klaarzetten, want jullie gaan zelfs een nummer voor ons brengen. Maar kunnen wij hier niet zo'n paar nummers roepen en dat jullie dat spelen? Gaat dat? Probeer het maar. Oké, zet alles maar op en aan, dat ze thuis alles goed horen. Niet te moeilijk, hè? Jij mag eerst beginnen. Heb je een nummer dat je... Ja, ik zie hier twee... vrij hippe jonge heren voor mij zitten, dus ik roep dan naar Laura in, 1000 maal belogen. Oké. Moeten we dat vanuit de zee dan doen? Doe maar doe wat je wilt. Laura Lynn, dit is speciaal voor jou, hè. Je hebt me 1000 maal bedrogen. Ik heb je 1000 maal gekust. Je kuste mij van onder naar boven. Van aan mijn teentjes tot aan mijn zus. Of zoiets. Je was de wind onder mijn vleugels. Ja, we zingen hier te samen. Kom aan, meisjes van TVL, laat je gaan. Tina Turner. Proud Mary, dat is haar nummer. Ja. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I'll never lost one minute. Sleeping, worried by the way that things might have been. Big wheels keep on turning, Brown Mary keeps on burning. Rolling, rolling, rolling on the river. Iets helemaal anders. Iets helemaal anders. The Cure, Boys Don't Cry. Iets van de Cure, hè? Iets van de Cure. Wat eerst de binnenval van de Cure. Het is een lange intro, hè? Dat is typisch voor de Cure, hè? Ja, we hebben de tekst. Running to the doctor. And the gate, 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 and the gate. Jij nog eentje? Misschien nog, nog eens Vlaams of zoiets van Sam Goris of zo? Laat het gras, maar groeien, laat het gras, maar groeien, laat het gras, maar groeien, rij het nooit meer af. Laat het gras, maar groeien, laat het gras, maar groeien, nee, ik rij het nooit meer af. Hey! Tilt, en zo gaat dat dan maar door en door. Nee, wij kunnen niks. Wij zijn gespecialiseerd in het vals. En dan onnozel doen, dat kunnen we wel. Maar ja, dat was nu zo'n beetje om te laten zien, maar jullie brengen ook hele nummers, hè. Wat willen jullie hier voor ons brengen? Of moeten jullie even op adem komen? En... Ja, moeten jullie rusten dikwijls? Nee, want jullie doen soms dan één stuk door, hè. Meestal spelen we een set van een uur, klein pauzetje nog een uur. Ofwel 2 uur achter elkaar. Ja. Maar jullie zonder hebben normaal stoppen, wel zelf op voorhand een volg... Nee, zomaar hup. Nooit. Hoe kan je dan weten wie wat speelt? Door te luisteren naar elkaar, heel belangrijk. En je hoort verzoekjes roepen en dan reageren wat de andere begint. Ja, en bijvoorbeeld, Joke vraagt nu juist de Cure, maar je moet het toch maar weten. En dan van het een op het ander, hoe moeilijk is dat? Niet simpel. Ja, meestal spelen we het nummer af en proberen wij gelijk een DJ het in elkaar te mixen. Dus een bepaalde beat erin te zetten, zodat we dan...
onbewust eigenlijk in een bepaalde toonart verder gaan met het volgende nummer. Ah, ja. Dus, Okay. Dus als muzikant kun je actief luisteren of gewoon meespelen. We proberen heel actief te luisteren naar elkaar, naar de mensen. En dat is wel vermoeiend. Maar ja, zo bereik je wel het meeste. Wel vermoeiend, zegt hij dan zo heel bescheiden. Volgens mij zijn jullie helemaal leeg na een optreden en muziek maken en zingen en rondlopen. En dan ook nog eens de verzoekjes van hoe vaak moeten jullie trainen in de week om een beetje fysieke conditie aan te scherpen? Training is optreden. Eigenlijk. Dat is onze training. Allee, ga dan maar een beetje trainen. We gaan een beetje trainen. Voilà, hè. Chique, dat is zo alles achter elkaar kunnen. Ik ga zelfs toch nog eens eentje proberen. Ja, we zullen dat nog wel doen. We gaan er nog een paar opschrijven terwijl zij iets voor ons brengen. Of misschien zijn er kijkers die een verzoeknummer hebben. Ja. Mail het studiotvl@tvl.be. En wie weet brengt Tilt wel het nummer waar jij al de hele uitzending op zit wachten. studiotvl@tvl.be. Maar wel snel zijn, want ze gaan nu live brengen, een live versie brengen van, welke hit was het ook alweer? The Crowded House. Crowded House. Voilà, hè. En hier
op onze sofa sloegen we bijna tilt met hun versie van Crowded House. En zoals je hoort, het is niet het klassieke lied wat je dan te horen krijgt. Er zit een heel eigen mix en versie in. Heren, we hebben ervan genoten. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog zitten bedisselen wat we jullie nog meer gaan vragen. Want er zijn vragen van de kijkers binnen. Ja, want we hebben nog een paar vragen. Lode is ook een gitarist en hij vraagt zich af, hoe kan je nu beginnen als groep? Want ja, je moet optreden. Hoe raak je bekend? Ik denk in eerste instantie heel veel samenspelen. En ja, kijken naar andere mensen. En ja, begin maar met tapes te geven aan cafébazen of zo. Ik denk dat zo het begin moet zijn. En achteraf komt de reclame vanzelf wel. Ja. Is het voor jullie zo begonnen met een tapeje gaan af te geven bij cafébazen? Heel in het begin, ja. En waar was dat? In welke stad? Het Hekske eigenlijk, denk ik. In Genk, ja. Dat wij daar wel een beetje een kleine start hebben gehad. Zoals zoveel beginnende muzikanten. Hoe lang spelen jullie al samen eigenlijk? Acht jaar. En allebei van Genk? Alle twee van Genk, ja. En wat is nu de ultieme droom? De sportpaleis vullen? Droom op muzikaal gebied. Eigenlijk ervan kunnen leven is vind ik al een belangrijk punt. Ik denk dat het al een mooie droom is. Hè. We kunnen al 8 jaar met ons twee. Ik leef al 15 jaar alleen van muziek. Maar jij zit ook nog in een ander groepje, hè? We hebben nog wat zijprojectjes. Hè. Ja, dus, allebei? Ja, of tenminste, ik ook wel een gypsy-project of zo'n muziek als hobby dan eigenlijk. Ja, en jij zit in een a cappella groep, hè? Ik zat erin. Ben je erin met mij? Ja, okay. Het is zo een beetje... Hij kon zijn gitaar periode niet meenemen, hè? Ja, ik kan mijn gitaar dan niet gebruiken. Nee, het is zo'n periode waarin we een beetje aan het herbronnen zijn. Maar ik heb 3 jaar in Reset gezongen, ja, dat klopt. Brengen jullie alleen covers of hebben jullie ook eigen werk? Goh, eigenlijk moeten we zeggen, eigen werk is als hobby een beetje. Maar... wat we doen, proberen we wel eigenlijk onze eigenheid erin te brengen. In de nummers, dat ik zo mag zeggen, onze eigenheid. Dus op die manier kunnen we wel zeggen dat wij toch wel een heel stuk van ons eigen erin brengen. Stel dat jullie internationaal willen gaan, dan moeten jullie wel eens nadenken over de groepsnaam. Want we hebben vanmorgen op het internet zitten surfen en jullie hebben Nederlandse collega's die zich ook Tilt noemen. Klopt. Wie was er eerst? Eigenlijk zij, maar we hebben het achteraf pas gezien. En u? Tot nu toe hebben we al ooit eens gehoord van dat ze daar even problemen hadden, maar daarna hebben we Maar zij doen helemaal iets anders. Zij mogen optreden samen met Nick en Simon. Oei, dat mogen we niet. Ze heten Tilt en wij heten eigenlijk Duo Tilt op de site gezien. Dus, en van waar die naam? Hoe zijn jullie daarop gekomen? Met brainstormen. Tilt geslaan en hup. Ik heb vroeger ook nog eens in een band gezeten dat Tilt heette. En we hadden een hele lijst gemaakt en ja, die naam zat er toevallig tussen. En die is er plaatst overgebleven. Ja. We hebben een kijker die slaat helemaal Tilt als hij Metallica te horen krijgt. Hij heeft een mailtje gestuurd. Je hebt zijn naam Raf. Jullie kennen hem misschien, want hij vraagt waar zijn duvel blijft. Ja. Zo wel onderliggend. Mopjes achter. Hij wil Metallica horen. Heren. Echt? Okay. Ja. Dat kan, hè. Ja, even mijn oortje uiten, want Metallica, dat is luid, hè. Wow, deze valt nog wel. Dat is jullie versie. Speciaal voor Raf, hè. Ik denk dat het zelfs mijn neef is. Raf Reemans, hè? Ja. Ah, wel, neef Raf. Metallica! Yeah! Houden jullie ook van Metallica? Niet zo dit gaan nog, ja. Als jullie moesten kiezen tussen Metallica of Robbie Williams, hoe zouden jullie? Dan ga ik voor Robbie. Sorry, Raf. I sit and wait. Namens gaan voor. There's an angel. Contemplate my fate. Cynthia, ik heb hier de vriendin. Ambiance. And do they know the places where we go when we gray and old? I've been told that salvation lives their wings on full. So when I'm lying in my bed, thoughts running to my head, and I feel my love is there, Alex. I'm loving angels instead.
En van Tilt, ze blijven nog eventjes bij ons. Gaan wij naadloos over naar heel andere muziek. In TV Publiek krijg je elke dag de leukste reportages gemaakt door Limburgers. Ken jullie van Lisa Delbo of Linder of zo? Lisa Delbo, die danst samen met Guy Jotet de pannen van het dak. Dus misschien als jullie zo'n beetje van die swingmuziek hebben of zo, of een tango. Want Guy en Lisa, die waren in Alken te gast. En een van de reportages uit TV Publiek vanavond, ja, dat komt er van Angels van Robbie Williams, krijg je nu te zien. Vandaag is een open deurdag hier in Alken en samen met mijn danspartner Lisa Delbo komen we hier tonen dat de dansmicrobe haar ook besmet heeft. En we mogen hier enkele dansjes doen en die tonen aan de mensen en dan hopelijk is dat een beetje aanstekelijk. Wij zijn heel blij dat wij vanavond hier te gast mogen zijn, Guy Jotet en ik. Wie heeft misschien al gedacht, wat doet ze in zulke mooie jurk hier in Alken? Wel, dat is heel snel uitgelegd. Ik heb een heel groot nieuw album gemaakt dat alleen maar dansen betreft. We proberen dus echt die cd tot bij de mensen te brengen en te laten zien van kijk mensen, dit is echt de muziek om op te dansen, want het specifieke van die hele album is dat iedere dans op de cd staat aangegeven en de muziek op exact de juiste snelheid staat, zodanig dat de mensen er echt keileuk op kunnen dansen. Blijkbaar werkt dat dus positief, heel die voorstelling, want op het einde staat er altijd een heleboel volk naast ons op de vloer mee te swingen. En ja, het werkt echt wel aanstekelijk. Dansen met Lisa Delbo in Alken, een van de reportages die je straks kan herbekijken in TV Publiek. Dat is om 6 uur vanavond na Studio TVL, om 12 uur deze nacht, om 7 uur morgen vroeg en om 12 uur morgenmiddag. Zeker de moeite, zitten trouwens heel wat leuke items in. Goed, het is alweer 4:30 geworden. Tijd dus om naar de nieuwsredactie te gaan. En vandaag zorgt Jurgen Ritsen voor de eindredactie. Dag Jurgen. Dag Cynthia. Wat zit er allemaal in het nieuws straks om 6:30? Wel, vanavond om 10:00 dan wordt er door een groot deel van het personeel, van het gevangenispersoneel, gestaakt. Dus vanaf 10:00 vanavond. Het is ook zo het geval in Hasselt, in de gevangenis van Hasselt. En het is de socialistische vakbond dat eigenlijk instaat voor die staking. Want ze pikken het eigenlijk niet, het ABVV, dat de minister van Justitie, Jo van Deurze, niet wil ingaan op een eisenpakket dat eerder op het jaar bekend gemaakt werd. Mm-hmm. We gaan eens even kijken naar een item daarover, wat er precies aan de hand is. De drie vakbonden leverden in juni een eisenpakket af bij minister van Justitie Jo van Deurze. De cipiers wilden voor 15 september onderhandelen over de loon- en arbeidsvoorwaarden tot 2011. Maar dat gebeurde niet. En we hebben daar totaal niks van gehoord. De 15 september zijn ze in Brussel gekomen. En de drie vakbonden zijn er gewoon opgestapt.
ze wouden echt niet onderhandelen. En we zijn dat eigenlijk grondig beu en ze verplichten ons eigenlijk om te staken. In alle Belgische gevangenissen en dus ook in die van Hasselt wordt er daarom 24 uur gestaakt. Uit een rondvraag blijkt dat de actie zeer goed zal worden opgevolgd. De lokale politie van Hasselt staat paraat om de taak van de cipiers over te nemen. Het is een minimumbezetting, een zondagbezetting. En de gevangenen hebben wat minder rechten op dat ogenblik. In die zin dat het bezoek niet doorgaat. Telefonie valt stil, sport, de wandelingen vallen stil. Tot daar een grotere bezetting kan mogelijk gemaakt worden. De staking in de Hasselse gevangenis begint vanavond om 10 uur. Als dat maar geen kwaaie reacties loswekt. Ja, eventjes op wachten natuurlijk. Hè. Of alles in goede banen zal kunnen geleid worden wanneer het personeel dat aangesloten is bij het ABVV straks het werk neerlegt. Oké, wat nog, Jurgen? Ja, we hebben nog een stukje over de onderhandelingen die binnenkort gaan starten van deelstaat tot deelstaat, Vlaanderen en Wallonië dus. Wij wilden wel eens weten hoe dat, of dat eventueel ook gevolgen zou kunnen hebben voor Limburg. Er is trouwens ook geen Limburger betrokken bij die besprekingen. Mm-hmm. Er worden 6 mensen van Vlaamse kant afgevaardigd. En 6 mensen van de Franstalige kant. En men moet een beetje, zo'n beetje alle thema's die op communautair vlak heikele thema's geworden zijn het laatste jaar, die moet men proberen bespreekbaar te maken, proberen te ontdooien, zoals dat dan heet. En kijken hoe ver men kan komen om dan eventueel toch tot een staatshervorming te komen en om de federale regering dan toch weer terug op de rails te krijgen. Dus ook daarover zijn we een stuk aan het maken. We spreken onder andere met Vlaams minister Marino Keulen, maar ook met de N-VA. De N-VA-vrouw Frida Brepoels komt aan het woord en Ludo Sanne doet ook zijn zegje voor de SPA. Dus daarvan ga je straks ook in ons nieuws een item zien. Oké, goed. Dankjewel voor dit korte nieuws. Over een uur komen we nog een laatste keer bij jou terug en we kijken al uit naar het TVL-nieuws van 6:30. In orde. Tot straks. Dag. Dag. Panini stelt u de revolutionaire glasfibermatras voor. Op basis van een computergestuurde lichtdiagnose wordt u de juiste matras aangemeten. Maak nu een afspraak voor een gratis slaaphoudingsanalyse. Danini, uw slaapadviescenter. Jeansstation Bergmans biedt u een enorme keuze aan jeansmerken en trendy vrije tijdskleding voor haar en hem. In alle maten en lengtematen. Bovendien kunt u rekenen op echt betaalbare prijzen. Uw evenement in een sprookjesachtige ambiance van een eeuwenoude mergelgrot? Dat kan. Bij La Caverne de Gulem kan u terecht voor gastronomische diners, onvergetelijke bruiloften, stijlvolle bedrijfsfeesten en nog veel meer. Ontdek La Caverne de Gulem op de grens van Maastricht. En alleen met dit toestel, dames, kunnen we gewoon door het water heen. Laat u zien dat we de verpakking luchtdicht en water opslaan. Lekker sangria. We geven het cadeau vandaag. Now little boy like music so well. Elke eerste en derde vrijdag van de maand is Panderosa de place to be voor een goed feestje. Herbeleef de leuke herinneringen en onvergetelijke sfeer van de 60s en 70s op de Golden Oldies in de Panderosa. Ambiance verzekerd. Door jarenlange ervaring kan u op Meubelen Geuzes vertrouwen. Met een ruim assortiment in alle stijlen en steeds aan de laagste prijs bent u bij ons aan het juiste adres. Kom gerust even langs in de Hoogstraat 42 te Meulen. Een hele goede namiddag allemaal. Welkom bij Studio TVL. Dit zijn onze muzikale gasten, het duo Tilt uit Genk. Dus het is van onze eigen bodem. En ze hebben hier juist al de sfeer er helemaal goed ingebracht. Want je kan zomaar iets roepen en dan beginnen die mannen dat gewoon te spelen. We gaan dat nog eens proberen, Cynthia. Straks gaan we naar Jamaica met onze reisconsulente Paula. Hebben jullie zoiets in de Jamaica reggae sfeer? Zo? Yeah, man. Yeah, man. Iets Bob Marley. Bob Marley bijvoorbeeld. Ja. Your man. No man don't cry.
zo? Een beetje Juhais. Of wat zullen we drinken? Of wat zullen we drinken? Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Ja, dat is de maand van het platteland. Ja. En wat doen we dan nog straks? Dat is mountainbiken met Roel Paulus. Iets van de fiets. Iets van de fiets. Die. Bam. Sterk is de eenzame fietser die klomp gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf wegbaant. Kijken zijn, want volgens mij moeten we deze jongens gewoon hier houden om elke gast te introduceren met een aangepast liedje. Dat zou wel interessant zijn. Ja, dat gaan we zeker doen. Goed, nu gaan jullie zelf nog iets voor ons brengen. Een heel nummer zonder zo die korte stukjes. Wat zal dat zijn? Opzij, opzij, opzij. Oké, dat zullen doen aan de kant gaan, wij geven daar graag hoor aan en we gaan opzij, opzij, opzij. Opzij, 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 wat plassen, 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 we hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat, we hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, dakken, vallen, opzij en weer doorgaan. Kunnen we hier niet blijven, kunnen we hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen, dan kunnen we misschien als het echt moet. Maar over koetjes, voetbal en de lotto praten. Lieve dank dat ziens, adieu, het ga je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, tukken, vallen, opzij en weer doorgaan. Kunnen we hier niet blijven, kunnen we hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, hey! We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, dukken, vallen, opzij en weer door, door, door. Zak maar lekker door. Kunnen we hier niet blijven, we kunnen hier niet langer blijven staan. Blijven staan. En andere keer misschien. Hey! Dank jullie wel. Mark en Dominique, en samen vormen zij het duo Tilt en Ambiance, gegarandeerd als je hen op de affiche hebt staan. Heren, bedankt. Tot de volgende keer, zou ik zeggen. En wij maken plaats, maken plaats, maken plaats voor twee andere heren. Jean-Marie Fesson en Robrecht Schorpion, zeg ik dat goed? Ja, ja, dat klopt. Welkom. Juist, juist. Jullie zitten hier in het kader van de Maand van het Platteland. Robrecht, jij teelt een heel bijzonder product hier in Limburg. Wij maken een mousserende kwaliteitswijn. Mousserende kwaliteitswijn, dat is wijn met bubbels. Ja, dat maar je mag niet champagne zeggen. Nee, dat is een... beschermde benaming. Bestaat er een term voor mousserende wijn van Limburgse bodem? Nog niet, nee. Nog niet? De Limburgia of zoiets, ja, zou dat kunnen? Ja, dat zou. Ja. Misschien in de toekomst, maar nu mag het nog niet. Nee. Okay. We mogen nog maar alleen Belgische mousserende wijn. Jij hebt ook heel veel met wijn te maken, leg eens uit. Wij hebben een wijngaard op de Grote Modder in Borgloon, waar we een zestal verschillende soorten hebben en waar we dus een droge wijn van maken. Een droge wijn? Een droge wijn, wit, ja. Is dat dan? Dat is allemaal wit, ja. Allemaal wit. Jij maakt mousserende wijn, Robrecht, maar ook wit en rood of alleen mousserende? Nee, dat is alleen mousserende wijn. Maar ja, dat is ook van witte wijn eigenlijk, hè. Voor het beginnen. En lukt dat goed in Limburg? Want ja, Limburg wordt niet geassocieerd, België wordt niet geassocieerd met wijnen. En nochtans, je hoort meer en meer wijnmakers die van Limburgs origine zijn. Ja, dat is eigenlijk spijtig dat de mensen... Helmut Lotti, en maandag komt hij onze studio laten swingen, want dat is zijn nieuwste
project, het swingen met Helmut Lotti. Wij hebben al geswingd met deze twee heren, Mark en Dominique van Tilt. Welkom. Ik heb jullie voor de eerste keer live aan het werk gezien op Mosselrock. En ik moet eerlijk bekennen, het ging een beetje zo, hè? Want jullie blijven niet stilstaan. Dat is ons motto een beetje, ja. Mobiliteit. Ja, vertel eens wat jullie doen. Wie jullie zijn en wat jullie doen. Ja, ik ben Dominique en mijn collega's Mark. En wij zijn beroepsmuzikanten en we hebben een formule bedacht dat we draadloos tussen de mensen staan, eigenlijk. En waarom vinden jullie die mobiliteit zo belangrijk? Het interactieve, hè? Het niet van op een podium staat, dus de mensen animeren, maar kort erbij, ook op verzoek. Dus de mensen worden eigenlijk instant bediend op een verzoekjes en op een... Dus eigenlijk muzikant. Zijn jullie een beetje wandelende jukeboxen? Daar komt op neer. Een stukje, ja. Ja, als we de nummers kennen en we spelen een stukje ervan, dan zijn de mensen meestal al tevreden. Ja, dus jullie, de mensen mogen ook zeggen, ik wil dat nummer en dan spelen jullie dat. Dan proberen wij dat. Proberen, ja. Ja. En wat zit er in jullie repertoire dan? Dat gaat, zullen we zeggen, van de Beatles tot Metallica, tot Rammstein, tot echt van alles. Jullie spelen alles, maar dan ook echt alles. Ja, alles is natuurlijk veel gezegd, maar we proberen zo breed mogelijk te zijn. Ja, en jullie hebben dan zo van alles aan jullie hangen. Is dat niet lastig? Want een micro, wat hangt er eigenlijk nog allemaal? Ja, er zijn... Eigenlijk moet je zeggen dat er vier zenders zijn. Hè. We hebben twee instrumenten en twee stemmen. Dus dat wordt sowieso versterkt via zendertjes, ontvangers. Ja. De mensen krijgen dat dan via speakers te horen. Maar nu hebben we dan nog een extra microfoontje van TVL. Nu hangen we vol met extra zenders. Dus dat is voor ons even wennen. En regelen jullie de techniek zelf tijdens optredens of nemen jullie dan ook nog een hele ploeg technici mee? De hele ploeg alleszins niet, maar we hebben wel iemand die regelmatig met ons meekomt en die dan eigenlijk het geluid verzorgt. En ja, bepaalde dingen wel kan regelen. Maar alles wat we doen is live. Dus we krijgen wel regelmatig de reactie van de mensen van jullie zijn aan het playbacken, maar we doen waarom, het toch waarom maar live. Denken ze dat? Ja, ik vat het op als een compliment, ja. Maar de mensen die reageren dan van dat kan niet dat jullie dat live doen. Maar en wat zijn de andere reacties? Want ja, dat is toch niet zo gewoon dat de zangers gewoon langs je komen staan, op tafel springen. Ja, ik weet niet welke zotte dingen dat jullie nog allemaal doen. Meestal wel positief, moeten we het er nu toe zeggen. Ja, ja. Meestal krijgen we wel goede reacties. Dat je veel korter bij de mensen staat. En ja. Op die manier bereik je ook meer eigenlijk. En nog nooit geen pits in de billen gehad of zo. Hè? Want dat gebeurt. Als we zo laat op de avond. Dat zijn de X-Files, hè? Daar gaan we nu niet over gaan. Jawel, dat is wat wij willen weten. Hè? Hoeveel, wat is het grootste aantal mensen waarvoor jullie al hebben opgetreden? Oh, 1000 man. Ja, zeker. Wat was het meest opmerkelijke optreden? Met ons tweeën. Het is moeilijk om dat dadelijk, want we hebben er denk ik totaliteit. We spelen goed in 8,5 jaar. Ik denk dat we meer dan 2000 optredens gedaan hebben. Zoveel? Dan, ja, we spelen toch op vrij frequent. Ja. Dus jullie hebben geen andere job er nog bij, of nee. Toch? Nee. Enkel en alleen tilt, enkel en alleen muziek. Loopt het soms fout? Want ja, technisch hebben jullie heel wat hoogstandjes bij. En gelijk Cynthia zei, pitsende billen. Mm. Nee, vrouwen met pitsende handen. Ik kan mij inbeelden dat er ook wel eens een plateau is. Dus, en zo wat later en zo wat meer drank. Zo wat, en willen ze dan niet zo aan die instrumenten komen? Oh, uiteraard. Ja, we zijn helemaal gelijk. Maar dat is toch waar. Ik kan me al voorstellen dat die zo... Ja, hoe zeg je dat? Stranter op de avond, hè? Zo later op de avond, hoe stranter dat ja, dat is het gevaar. Hè. We lopen in de gevarenzone op dat gebied. Hè. Dus de mensen zijn staan heel kort en ze kunnen aan ons, aan zijn gitaar en ze kunnen... Maar uiteindelijk, daar gaat het een moment begon, dus we blijven gewoon doorspelen. Gaat er iets echt fout, dan slaan we gewoon met de gitaar. Ik dacht eigenlijk meer zo aan het struikelen over dat trapje dat je niet gezien had en zo. Ja, dat valt nog wel mee, maar het is meestal mensen die wel vrij close kunnen komen soms. Heel close. Het voordeel natuurlijk van een muzikant die op een eilandje staat, is natuurlijk, je bent afgebakend natuurlijk. Maar wij staan er heel kort bij met alle voor- en nadelen uiteraard. Ja. Kunnen jullie het nog gewoon blijven staan op een podium en niet bewegen? Ik zou het niet weten. Het is veel te lang geleden. Ja, denk, we kunnen muziek spelen. Ja, dat is of, dat nu, status is of dat is rondlopend. We hebben het meeste succes tussen de mensen. Ja. En zijn dat de enige instrumenten die jullie gebruiken? Jullie zang, jullie stem en twee gitaren? Hoofdzakelijk. We hebben ook nog een kazoo bijvoorbeeld, hier wat Mark gebruikt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de mondharmonica, wat ik ook nog wel eens gebruik. Allee, verder. Chique. Maar deden jullie ook niet zo, hoe heet dat, beatbox? Beatboxen? Doet zo eens een stukje. Ja, maar dan, goh, dat is wel, daar moeten we het echt eens mee doen. Welkom bij TBL. Yeah.
Dat is moeilijk, denk ik niet. Ja, tenminste, dat is een bepaalde techniek met een microfoon. Is dat heel moeilijk natuurlijk. Dat het meer ploft of zo. Ja, je bent heel kort bij de microfoon en daar kun je heel mooie tonen maken, heel diepe tonen. Bas, ja. Je weet dat met dat beatboxen, daar kan je het ver mee brengen. Want een van jullie collega's, ik vergeet zijn naam altijd, Roxor Loops of hoe heet die jongen, die heeft met Clouseau het Sportpaleis gespeeld. Ja, ja, ja. Hè? Mm-hmm. Ja, hebben jullie al voorstellen gekregen van andere artiesten om mee te gaan beatboxen? We zijn geen professionele beatboxers. Hè. Wij proberen een beetje vocal percussion te doen. Dat betekent eigenlijk dat we drums proberen te imiteren, omdat we die niet bij hebben. Maar echt het beatboxwerk, ja, dat is gelijk de Loops dat doet, dat is echt meer ook heel belastend voor de stem, dus ook gevaarlijk. Dus we willen graag ook nog een beetje kunnen blijven zingen. Voor de diversiteit te brengen eigenlijk een beetje, dat je zoveel breed mogelijk zijn, proberen ze van die dingen er wat bij te brengen. Dat maakt het wat ludieker. Ja, jullie moeten nu alles klaarzetten, want jullie gaan s'avonds een nummer voor ons brengen. Maar kunnen we hier niet zo'n paar nummers roepen en dat jullie dat spelen? Gaat? Probeer het maar. Oké, zet alles maar op en aan, dat ze thuis alles goed horen. Niet te moeilijk, hè? Mag je even beginnen. Heb je een nummer dat je... Ja, ik zie hier twee vrij hippe jonge heren voor mij zitten, dus ik roep dan naar Laura Lynn, 1000 maal verloren. Oké. Moeten we dat vanuit de zetel doen? Doe maar wat je wilt. Laura Lynn, dit is speciaal voor jou, hè. Je hebt me 1000 maal bedrogen. Ik heb je 1000 maal gekust. Je kuste mij van onder naar boven. Van aan mijn teentjes tot aan mijn kus. Zoiets. Je was de wind onder mijn vleugels. Ja, we zingen hier te samen. Kom aan, meisjes van TVL. Laat je gaan. Tina Turner. Proud Mary, dat is haar nummer. Ja. Left a good job in the city. Working for the man every night and day. And I'm never lost when made it sleeping. Worried by the way that things might have been. Big wheels keep on turning. Proud Mary keeps on burning. Rolling. Iets helemaal anders. The Cure, Boys Don't Cry. Iets van The Cure, hè? Iets van The Cure. Wat eerste binnenval van The Cure. Het is een lange intro, hè? Dat is typisch voor The Cure, hè? Misschien nog, nog eens Vlaams of zoiets van Sam Goris of zo. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, rijd het nooit meer af. Laat het gras maar groeien, laat het gras maar groeien, nee, ik rijd het nooit meer af. Nee! Tilt. En zo gaat dat dan maar door en door. Nee, wij kunnen niks. Wij zijn gespecialiseerd in het vals. En onnozel doen, dat kunnen we wel. Maar ja, dat was nu zo'n beetje om te laten zien. Maar jullie brengen ook hele nummers. Hè. Wat willen jullie hier voor ons brengen? Of moeten jullie even op adem komen? Ja, okay. Ja, moeten jullie rusten dikwijls? Nee, want jullie doen soms dan een stuk door. Hè. Meestal spelen we een set van een uur. Klein pauzetje, nog een uur. Ofwel twee uur achter elkaar. Ja. Maar jullie hebben normaal wel zelf op voorhand een volg... Nee, nee. Zomaar, hup. Nooit. Hoe kan je dan weten wie wat speelt? Door te luisteren naar elkaar, heel belangrijk. En ja, je hoort verzoekjes roepen en dan ja, reageren wat de andere begint. Ja, en bijvoorbeeld, hè, Joke vraagt nu juist de Cure, maar je moet het toch maar weten. En dan van het een op het ander, hoe moeilijk is dat? Niet simpel. Ja, meestal spelen we het nummer af en proberen wij gelijk een DJ het in elkaar te mixen. Dus een bepaalde beat erin te zetten, zodat we dan...
onbewust eigenlijk in een bepaalde toonart verder gaan met het volgende nummer. Ah, ja. Dus, Dus je moet als muzikant kun je actief luisteren of gewoon meespelen. We proberen heel actief te luisteren naar elkaar, naar de mensen. En dat is wel vermoeiend, maar ja, zo bereik je wel het meeste. Wel vermoeiend, zegt hij dan zo heel bescheiden. Volgens mij zijn jullie helemaal leeg na een optreden en muziek maken en zingen. En rondlopen. En dan ook nog eens de verzoekjes van hoe vaak moeten jullie trainen in de week om een beetje fysieke conditie aan te scherpen? Training is optreden. Eigenlijk. Dat is onze training. Allee, ga dan maar een beetje trainen. We gaan een beetje trainen. Voilà, hè. Chique, dat is zo alles achter elkaar kunnen. Ik ga zelfs toch nog eens eentje proberen. We zullen dat nog wel doen. We gaan er nog een paar opschrijven terwijl zij iets voor ons brengen. Of misschien zijn er kijkers die een verzoeknummer hebben. Mail het studiotvl@tvl.be. En wie weet brengt Tilt wel het nummer waar jij al de hele uitzending op zit wachten. Studiotvl@tvl.be. Maar wel snel zijn, want ze gaan nu live brengen, een live versie brengen van, welke hit was het ook alweer? The Crowded House. Crowded House. Yeah. Voilà, hè. Mile Pleasant Street. Now it's the same room and everything's different. You can fall asleep but not to dream. Things they cook in my kitchen. Straight reflection will show me. Juices are and long op ons.
sofa sloegen we bijna tilt met hun versie van Crowded House. En zoals je hoort, het is niet het klassieke lied wat je dan te horen krijgt. Er zit een heel eigen mix en versie in. Heren, we hebben ervan genoten. Maar ja, we hebben natuurlijk ook nog zitten bedisselen wat we jullie nog meer gaan vragen. Want er zijn vragen van de kijkers binnengekomen. Ja, we hebben nog een paar vragen. Lode is ook een gitarist en hij vraagt zich af, hoe kan je nu beginnen als groep? Want ja, je moet optreden. Hoe raak je bekend? Ik denk in eerste instantie heel veel samenspelen. En ja, kijken naar andere mensen. En ja, begin maar met tapes te geven aan cafébazen of zo. Ik denk dat zo het begin moet zijn. Achteraf komt de reclame vanzelf wel. Ja. Is het voor jullie zo begonnen met een tapeje gaan af te geven bij cafébazen? Heel in het begin, ja. En waar was dat? In welke stad? Het Hikske eigenlijk, denk ik. Een Genk, dat wij daar wel een beetje een kleine start hebben gehad. Zoals zoveel beginnende muzikanten. Hoe lang spelen jullie al samen eigenlijk? Acht jaar. En allebei van Genk? Alle twee van Genk, ja. En wat is nu de ultieme droom? Dromen. De sportpaleis vullen? Op muzikaal gebied. Eigenlijk ervan kunnen leven is ja, al een belangrijk punt. Ik denk dat het al een mooie droom is. Hè. We kennen al 8 jaar met ons twee. Ik leef al 15 jaar alleen van muziek. Maar jij zit ook nog in een ander groepje, hè? We hebben nog wat zijprojectjes. Hè. Ja, dus, allebei? Ja, of tenminste, ik ook wel een gypsy-project of tienermuziek als hobby dan eigenlijk. Ja, en jij zit in een a cappella groep, hè? Ik zat erin. Ben je erin mee bezig? Ja, het is zo een beetje... Hij kon zijn gitaar niet meenemen. Hè? Ja, ik kan mijn gitaar dan niet gebruiken. Het is zo'n periode waarin dat we een beetje aan het herbronnen zijn. Maar ik heb 3 jaar in Reset gezongen, ja, dat klopt. Brengen jullie alleen covers of hebben jullie ook eigen werk? Goh, eigenlijk moeten we zeggen, eigen werk is als hobby een beetje. Maar wat we doen, proberen we wel eigenlijk onze eigenheid erin te brengen. In de nummers, dat ik zo mag zeggen, onze eigenheid. Dus op die manier kunnen we wel zeggen dat wij toch wel een heel stuk van ons eigen erin brengen. Stel dat jullie internationaal willen gaan, dan moeten jullie wel eens nadenken over de groepsnaam. Want we hebben vanmorgen op het internet zitten surfen en jullie hebben Nederlandse collega's die zich ook Tilt noemen. Klopt. Wie was er eerst? Eigenlijk zij, maar we hebben het achteraf pas gezien. En u? Tot nu toe hebben we al ooit eens gehoord van dat ze daar even problemen hadden, maar daarna hebben we Maar zij doen iets anders, helemaal iets anders. Zij mogen optreden samen met Nick en Simon. Oei, dat mogen we niet. Ze heten Tilt en wij heten eigenlijk Duo Tilt op de site gezien. Dus, en van waar die naam? Hoe zijn jullie daarop gekomen? Met brainstormen. Tilt geslaan en hup. Ik heb vroeger ook nog eens in een band gezeten dat Tilt heette. En we hadden een hele lijst gemaakt en ja, die naam zat er toevallig tussen en het is er plaats overgebleven. Ja. We hebben een kijker die slaat helemaal Tilt als hij Metallica te horen krijgt. Hij heeft een mailtje gestuurd, je hebt zijn naam Raf. Jullie kennen hem misschien, want hij vraagt waar zijn duvel blijft. Ja. Zullen we wel onderliggend mopjes achter Hij wil Metallica horen. Heren. Echt? Oké. Okay. Ja. Even mijn oortje uit doen, want Metallica dat is luid. Hè. Wow, deze valt nog wel. Dat is jullie versie. Speciaal voor Raf, hè. Ik denk dat het zelfs mijn neef is. Raf Reemans, hè? Ja. Ah, wel, neef Raf. Metallica! Ja. Yeah. Houden jullie ook van Metallica? Dit gaat nog, ja. Als jullie moesten kiezen tussen Metallica of Robbie Williams, hoe zouden jullie? Dan ga ik voor Robbie. Sorry, Raf. I sit and wait. Namens gaan voor. There's an angel. Contemplate my Cynthia, ik heb je een beetje. Ambiance. And do they know the places where we go when we gray and old? I've been told that salvation lives their wings on full. So when I'm lying in my bed, thoughts running to my head, and I feel my love is there, Alex. I'm loving angels instead.
En van Tilt, ze blijven nog eventjes bij ons. Gaan wij naadloos over naar heel andere muziek. In TV Publiek krijg je elke dag de leukste reportages gemaakt door Limburgers. Lisa Delbo, die danst samen met Guy Jotet de pannen van het dak. Dus misschien als jullie zo'n beetje van die swingmuziek hebben of zo, of een tango. Want Guy en Lisa, die waren in Alken te gast. En een van de reportages uit TV Publiek vanavond, ja, dat komt er van Angels van Robbie Williams, krijg je nu te zien. Een hele goede namiddag allemaal. Welkom bij Studio TVL. Dit zijn onze muzikale gasten, het duo Tilt uit Genk. Dus het is van onze eigen bodem. En ze hebben hier juist al de sfeer er helemaal goed ingebracht. Want je kan zomaar iets roepen en dan beginnen die mannen dat gewoon te spelen. We gaan dat nog eens proberen, Cynthia. Straks gaan we naar Jamaica met onze reisconsulente Paula. Hebben jullie zoiets in de Jamaica reggae sfeer? Zo? Yeah, man. Iets... Bob Marley. Bob Marley bijvoorbeeld. Ja. Wat zullen we drinken? Of wat zullen we drinken? Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Ja, dat is de maand van het platteland. Ja. En wat doen we dan nog straks? Dat is mountainbiken met Roel Paulus. Iets van de fiets. Iets van de fiets. Die. Paul. De eenzame fietser die klom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een wegbaant. We zijn aan het kijken zijn, want volgens mij moeten we deze jongens gewoon hier houden om elke gast te introduceren met een aangepast liedje. Dat zou wel plezant zijn. Ja, dat gaan we zeker doen. Goed, nu gaan jullie zelf nog iets voor ons brengen. Een heel nummer zonder zo die korte stukjes. Wat zal dat zijn? Opzij. Oké, okay, we zullen aan de kant gaan. Wij geven daar graag gehoor aan en we gaan opzij. Opzij. Plas. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, dakken, vallen, opzij en weer doorgaan. Kunnen we hier niet blijven, kunnen we hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. Dan kunnen we misschien als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Lieve dank, dat ziens, dat je het gaat goed. We moeten rennen, springen, vliegen, dunken, rollen, opstaan en weer doorgaan. Kunnen we hier niet blijven, kunnen we hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, hey! We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, dukken, vallen, opzij en weer door. Zak maar lekker door. Kunnen we hier niet blijven, we kunnen hier niet langer blijven staan. En andere keer misschien, hey! Dank jullie wel.
Mark en Dominique, en samen vormen zij het duo Tilt en Ambiance, gegarandeerd als je hen op de affiche hebt staan. Heren, bedankt. Tot de volgende keer.